die derde en die vierde en die vijfde en die zesde en die zevende en die achtste en die negende en tien en elke ja. Auto. Oh, doe dat nog één keer doen? Maar dit is wel de laatste keer, hierna is het klaar. Hè? Dus je moet ook nu gewoon alles geven. Dus nu hoef je niet te sparen, laat ik het zo zeggen. Dus geef gewoon alles, ja? Ja. Raak eraf. Yes. Neem je alle energie, alle liefde. Ja. Yes, dames en heren. Het is namelijk zo, ik had zo'n behoefte aan een plekje waar eindelijk een keertje naar mij geluisterd wordt. Ik heb namelijk een vak en daarin moet ik de godganse dag naar andere mensen luisteren. Ik ben namelijk werknemer in de loondienst en dat is eigenlijk nog niet het ergste. Ik ben psychiater en ik ben thuis, een man, twee kinderen. En zelfs de hond luistert eigenlijk niet naar mij. Dus ja, ik ben echt fucking blij dat ik hier sta. Het is eigenlijk zo, de laatste tijd kwam ik erachter, ik ben er eigenlijk gewoon omsingeld door mensen die door mij beluisterd willen worden. En weet je, ze zitten overal, hè. En daar zie ik een paar mensen denken, hoe is het zover gekomen? En ja, hoe ik dat weet? Ja, dat is misschien wel goed om eens te zeggen. Hè? Het klopt wat ze zeggen. Psychiaters kijken dwars door mensen heen. En dat is niet altijd leuk hoor. Ik kwam laatst mijn vroegere kleuterjuf tegen. En ik begrijp nu die rode uitslag in haar nek. Het is niet zo heel fijn. Maar bijvoorbeeld hier, hè? Heb ik ook wel een beetje gezien. Er zit daar iemand die heeft een symbiotische relatie met zijn moeder. daar zag ik iemand zitten die heeft, die doet het met stofzuigers. En achterin, daar zit iemand die heeft vorige week nog een paar mensen in de bosjes neergestoken. En dat was een inkoppertje hoor, met het zwarte balletje. Maar, ik zie jullie weer denken, dit baalt af. En dat is dus ook zo fucking irritant, hè. Dat je eigenlijk al geïnterrumpeerd bent voor je het wordt. En, nou goed, hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ja, eigenlijk is het een soort van uit de hand gelopen hobby. Ik ben eigenlijk begonnen net als heel veel van jullie. Dus een beetje op feestjes, barbecue, op de tribune bij zwemlessen. Ook voordat ik zelf kinderen had. Gewoon overal waar mensen komen die kinderen hebben. Die problemen hebben. Dat is het is gewoon ook wel echt heerlijk om te doen. Want je merkt dan op een gegeven moment, je krijgt er echt een boost van. Dat je ziet dat je andermans problemen wel kan oplossen. En het meest dankbare moment was wel de keer dat ik, mijn voormalige buurvrouw zeggen, Edith Schippers, toen zij minister was van Volksgezondheid. Toen hoorde ik haar zeggen dat de meeste psychische problemen kunnen worden opgelost door een kopje koffie met een buurvrouw te drinken. Dus, ik dacht, hier moet ik echt iets mee doen. Dus toen besloot ik psychiater te worden. Dan zeiden mensen nog van, moet je dat wel doen, dat is hartstikke moeilijk en ingewikkeld en weet ik het allemaal. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, een lastige jeugd had ik al. Ik ben ook hartstikke verknipt, dus ik had eigenlijk alles mee. Maar, kijk, dit had ik eigenlijk niet verwacht, hè. Dus dan heb je zo'n lange studie gedaan. Dan denk je, nu heb ik echt iets bereikt. Ik ben echt ergens gekomen. En dan vind je jezelf terug in een situatie dat je eigenlijk door alles en iedereen mentaal compleet wordt uitgewoond. Ik noem mezelf de laatste tijd prostituee. En als ik nu zou moeten kiezen, dan zou ik een vak kiezen waarbij je wat meer aan de regiekant blijft zitten. Dus bijvoorbeeld een adviesbureau of een coach. Dat is gewoon veel slimmer. Je hebt niet eens een studie nodig. En je kan zelf alles bepalen. Je bepaalt gewoon wat je wel doet, wat je niet doet, wat je
een beetje doet, met wie je wat doet. En je leert mensen dus eigenlijk regie te krijgen in omstandigheden die je zelf ook niet trok. Dus, dan moet ik heel eventjes... Ja, ik sta dan wel te klagen over mijn vak, maar heel veel dingen verbeteren ook wel hoor. Het is echt al lang niet meer zo dat je de hele dag maar naar patiënten moet gaan zitten luisteren. Dus dat is eigenlijk wel het voordeel van die marktwerking in de zorg, dat je gewoon ja, lekker productie draait. Dan zie ik weer een paar mensen denken van ja, wat is dat dan? Nou, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Alles wat je met patiënten doet, daar leg je gewoon een enorme administratie over. Nou, dus de volgende vraag, ja, dus denkt weer iemand van wat is dan een product? Dat heb ik me ook lang afgevraagd en op een gegeven moment kwam ik erachter van nou, het is in ieder geval niet de patiënt en het is ook niet de psychiater. Maar ergens daartussenin, daar moet het zitten. En dat is dus zo dat die zorgverzekeraars, die willen precies weten wat het is. En nou weet ik ook wel, ja, een goede mop moet je niet proberen uit te leggen. Maar ik was eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig. Ja, en dan wil ik het weten ook, hè. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan, meten is weten. Dus ik ben gewoon bij willekeurige collega's de kamer binnengestapt, heb die behandelsessie stilgelegd met zo'n rood-wit lint en ben met mijn duimstok die plaats direct helemaal gaan nameten. En wat blijkt, en dat is echt consistent, de afstand van de patiënt tot behandelaar is precies het kwadraat van de straal van een cirkel met een oppervlakte van 0,71 keer de behandelkamer. Cool man! Vroeger zei ik nog wel eens van, ja, wat wij als psychiaters doen, dat is echt geen hogere wiskunde, maar... Dat kan ik gewoon niet meer zeggen. Maar goed, Het is zo dat die zorgverzekeraar vonden dat eigenlijk een heel goed idee, maar die willen steeds meer. Hè? Dus tegenwoordig is het wel zo, 1/3 van mijn tijd ben ik wel bezig met het afvinken, registreren, om de zorgverzekeraar van te overtuigen dat ik de hele tijd patiënten behandel. Daar maken we onszelf ook niet echt heel geloofwaardig mee. En wat ik zo begon te merken met dat productie draaien, ik begon die patiënten eigenlijk steeds lastiger te vinden. Want die halen je er gewoon weer uit, hè? Die storen je in dat productieproces. En ik zag dat eigenlijk ook wel aan collega's. En nou, we hebben ook niet de makkelijkste mensen om ons heen. Dus mensen die even door wilden buffelen, die sturen die patiënten gewoon even de straat op. Ik zag trouwens ook in de media, hè, dus toenemend aantal verwarde mensen op straat. En ik begin steeds beter te begrijpen waar dit naartoe gaat. Want ik denk dus dat we in de GGZ binnen 5 jaar zodanig geïnnoveerd zijn dat voor dat hele productieproces geen patiënt meer nodig is. Ik dank jullie wel.